Als de natuur weer tot leven komt, wil je zelf natuurlijk ook weer graag naar buiten de tuin in. Lekker in het zonnetje. Maar wat je er ook weer ziet verschijnen, zijn die mieren. Die kleine vervelende beestjes. En wat kan je hier nou tegen doen? De mieren moeten op een verstandige manier worden aangepakt. En dat betekent niet met chemische middelen, want dat is ook echt uit deze tijd. Je kan het wel op een plantaardige manier doen. En dat werkt ook heel goed, want er zijn genoeg planten die een geur verspreiden waar de mieren echt een hekel aan hebben. Dat doet bijvoorbeeld de goudsbloem, maar ook rozemarijn. En marjolein die verspreidt ook zijn geur waar de mieren niet tegen kunnen. Bieslook, dus als je die planten op de plek zet waar de mieren zitten, dus rondom je terras of echt waar je mieren ziet, dan blijven ze daar echt weg. Wat ook goed werkt is het gebruik van kokend water. Want mieren leven met z'n allen in een nest onder de grond. En als je meerdere dagen achter elkaar kokend water over de nestuitgangen giet, dat zijn die kleine gaatjes die je ziet in de voegen tussen de tegels, dan blijven ze ook echt weg, want dan kunnen ze natuurlijk niet tegen. Dan heb ik nog een tip die misschien wel het allerbeste werkt, want ik heb hem van mijn oma. Zelf ben ik gek op koffie, maar mieren zijn dat niet. Dus als je het koffieprut na het koffiezetten uitstrooit over de mieren, nestuitgangen of over de plekken waar je de mieren altijd ziet, dan zie je ze daar echt niet meer terug. Nou, met deze tips moeten bij jou in de tuin ook vast en zeker wel goed komen. En ik ga weer koffie drinken.